De agenda voor vandaag. Ik ga zo meteen toch even wat nader in op de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitsprioriteiten voor de BAG van dit jaar, 2022. Dat zijn er een viertal op dit moment. En dan wil ik toch wel graag even met jullie bij stilstaan hoe we er in de BAG Nederland daarvoor staan. Daarna komt Damir met een update van het ministerie over het voorstel van het jaarplan kwaliteit 2023. Iets over de wet kwaliteitsborging bouwen, dat zal wel wat meer tijd vergen, denk ik. Daar hebben we ook wat feedback van jullie nodig, dus dat zou fijn zijn als iedereen daar ook in ieder geval een bijdrage aan kan leveren. En tot slot de actieagenda Vitale Vakantieparken. Dat is een actie die Damir zal toelichten wat daar van ons gevraagd wordt als bronhouders. En we willen afsluiten met een aantal praktijkcasussen die ons hebben bereikt en die we ook graag met jullie willen delen. Er staat het woordje subruimtes achter. De ervaring heeft geleerd dat het ook heel goed qua aantallen, ik zie nu dat er 44 mensen actief zijn vandaag, dat het ook heel goed in deze groep plenair kan. Dus zo gaan we dat waarschijnlijk vandaag ook weer doen. En dat is qua tijd in ieder geval ook goed uitgekomen. Dus dat is de agenda. Dan ga ik snel door naar de stand van zaken rondom de kwaliteitsprioriteiten voor dit jaar. Ja, hoe staan we ervoor? We hebben een viertal kwaliteitsprioriteiten voor 2022 met elkaar afgesproken. Eigenlijk om te proberen daar extra focus op te hebben en aandacht aan te besteden, om die rapportages ook in het dashboard in ieder geval op een wat hoger percentage te krijgen. Dat zijn deze vier die jullie voor je zien. Dat is de 6 maandstermijn voor de definitieve pandgeometrie, de 6 maandstermijn voor het in onderzoek plaatsen en uitvoeren. En dat zijn ook de mogelijk niet verwerkte BAG 1.0 verbouwingen. Je ziet dat die in het groen staat. Dat wil zeggen dat we daar eigenlijk graag van willen dat we die dit jaar kunnen afronden. BAG 1.0 is natuurlijk al ligt al een tijdje achter ons. En deze rapportage is in het dashboard verschenen om bronhouders te helpen om inzicht te krijgen in zeg maar even oude verbouwingen die nog in de BAG staan. Waarbij het verzoek is aan bronhouders om te kijken van joh, is dat nou echt daadwerkelijk een terechte verbouwing? Nou, registreren dan ook zo in BAG 2.0. En als dat niet zo is, geven dan een uitzonderingsmarkering aan of markeer hem op die manier, zodat hij niet meer in de resultaten terugkomt. En samen met BZK hebben we in ieder geval de doelstelling met elkaar afgesproken in de werkgroep kwaliteit ook, om te proberen 1 januari van volgend jaar dit resultaat met elkaar op nul te krijgen. Dus ons verzoek is, kijk daar alsjeblieft expliciet naar en laten we kijken of we dat met elkaar kunnen halen. En tot slot de BAG-BGT-vergelijkingen. Eigenlijk is dat een rapportage die kijkt naar de geometrie van de BAG en de BGT. En waarbij er een vergelijking wordt gemaakt als dat voor meer dan 5% buiten de pandgeometrie van het BAG-pand ligt. Ik zal daar straks nog wel even wat nader op ingaan in detail. De rode, dat zijn de indicatoren die we ook waarschijnlijk zullen handhaven voor volgend jaar. Daar gaat Damir straks nog even wat verder over vertellen. En de groene, zoals gezegd, die verdwijnt hopelijk na 1 januari. En het zou mooi zijn als we dan een succes kunnen vieren dat we die op nul hebben staan. Nou, dan begin ik even met de definitieve pandgeometrie. Ja, als we kijken naar de afgelopen periode, dan valt toch wel op dat deze rapportage in het dashboard wel behoorlijk achterblijft. Nog geen 33% landelijk. En ik heb eens gekeken van is niet iets wat van de laatste maanden is, maar er zijn bronhouders bij die, laat ik zeggen, termijnen open hebben staan voor deze rapportage van soms meer dan 5 en soms zelfs wel 12 jaar, waarin zaken niks niet is aan de geometrie is gewerkt. En dat zijn wel, laat ik zeggen, behoorlijke overschrijdingstermijn. Dus voor ons gevoel is daar nog wel het een en ander te verbeteren. En in de afgelopen 10 maanden zien wij ook dat daar nauwelijks eigenlijk toename van het percentage is geweest van deze rapportage in het dashboard. En ook hier de vraag van, kijk er alsjeblieft naar, ga ermee aan de slag. Kijk of je hier ook de activiteiten kunt ontplooien om daar de focus op te leggen vanuit de BAG. Datzelfde geldt ook voor de volgende, helaas. Ook daarvoor blijkt dat in 10 maanden er eigenlijk geen verbetering is gerealiseerd.
Het percentage daarvan ligt zelfs nog lager, dat is 12,9% landelijk. Dat zijn alle gegevens ten aanzien van het in onderzoek plaatsen van zaken in de BAG. Ook hier geldt eigenlijk dezelfde oproep. Laten we proberen om hier ook met elkaar de focus op te hebben en die ook daadwerkelijk te verbeteren. Het is bovendien ook een NCA-rapportage, dus het is ook iets wat in het zelf-evaluatietraject van de NCA ook terugkomt. En nu al een aantal jaren op rij wel de aandacht verdient en het misschien niet altijd krijgt. Dus ook hier de oproep van laten we er alsjeblieft mee aan de slag gaan om dit op een hoger niveau te kunnen krijgen. De derde, de niet verwerkte BAG 1.0 verbouwing, dat is de zogenaamde VPI-rapportage. Die komt uit het thema signaleringen. Daar zijn we gestart met een ruim 10.000 even uit mijn hoofd. En dat zijn er nu nog een kleine 6.000. Dus dat is laat in ieder geval een dalende lijn zien. Dat is een goed teken. Maar er zijn nog wel, een aantal gemeentes, bronhouders waar naar ons idee wel nog wel een tandje bij kan. Als ik kijk hier naar de grafiek van de top 10 in het dashboard. Dan komen er toch nog een aantal gemeentes bovendrijven van boven de 100, 140 tot soms zelfs 500 stuks. En dat zijn nou echt niet de grotere gemeentes altijd die hier op het lijstje staan. Dus ook daar is denk ik nog wel iets te halen. En ook hier het verzoek, laten we proberen deze 1 januari met elkaar weg te werken. We zullen dat ook gaan monitoren in ieder geval vanuit de kadaster. En dan de BAG-BGT-verschillen. Nou, deze rapportage zit eigenlijk niet in het dashboard van de BAG, maar wel in de BGT. Dus je kunt ook altijd bij je BGT-collega daar even kijken. We hebben gezien dat in ruim een jaar er ongeveer 50.000 resultaten zijn verbeterd en weggehaald uit deze rapportage. Ook hier is het ons verzoek aan de bronhouders om te kijken, vooral onderzoek dit. We kunnen namelijk niet met zekerheid vaststellen of dat mogelijk in de BAG ligt, dan wel in de BGT of misschien zelfs wel beide. Dus ga vooral ook met je BGT-beheerder, en als je dat zelf bent is het natuurlijk helemaal makkelijk, maar ga vooral aan de slag om te kijken wat kan er in beide aan de hand zijn en zo mogelijk los dan ook die verschillen op als dat lukt. Het gaat met name om de overlap van minder dan 95%, waarbij de regel is dat een BGT-pand eigenlijk standaard binnen de contouren van een BAG-pand zou moeten behoren te liggen. Dus uitzonderingen daar gelaten uiteraard, maar de regel is toch wel dat dit wel een goede vergelijking is die wordt gedaan. En inzichten kun je nog krijgen door op deze link te klikken naar het tableau Public. Dan zie je de rapportage ook voor alle gemeentelijke bronhouders uitgesplitst in tabellen, waarbij je ook de voortgang kunt zien van de afgelopen maanden. Dus laten we kijken of we hier in ieder geval mee een goede voorbereiding ook op de zorg kunnen maken om hier de verschillen op te lossen, daar waar dat kan. Ik zag geloof ik een melding in de chat langskomen. Etienne die zegt, is de geometrievergelijking ook niet onderdeel van IMGEO 2.0? In datzelfde kader heb ik in mijn gemeente ruim 240 verschillen opgelost. Frank die antwoordt dan nee, dat is geen onderdeel van IMGEO 2.0 helaas. Dus, maar wel goed dat je het wel opgelost hebt. Ja, wel een goede actie, ja. Ja, dus wel goed om dat even te delen. Dat even ten aanzien van de voortgang van de prioriteiten. Het is niet heel positief nieuws nog, maar laten we kijken of we daar toch een slag in kunnen slaan. Want ze komen ook volgend jaar eigenlijk in die hoedanigheid ook weer terug. Dus ook de focus zal daar ook vanuit ons, maar ook vanuit het ministerie op blijven liggen wat ons betreft. Dus dan ga ik naar het volgende onderdeel. Dat is een update vanuit het ministerie van BZK door Damir. En Damir zal ons meenemen in een drietal onderwerpen en hij zal dat zelf verder even toelichten. Dus bij deze, Damir, the floor is yours. Ja, dankjewel. Ik deel mijn beeld. Oh. Ja, daar is die. Ik zie zelf even. Ja, ik zit op een tablet omdat mijn laptop gisteren de geest heeft gegeven. Maar even kijken. Ja, volgens mij gaat het zo goed. Ja, ja, we zien hem. Oké, heel goed. Ja, ik heb inderdaad een drietal updates meegenomen om te beginnen.
het jaarplan, of in ieder geval het concept. Tenminste, het was tot nu toe, dit is de vijfde IV die we doen, de visiebijeenkomst. Tot nu toe zei ik iedere keer, het is een voorstel, maar vanmorgen is de governance bij elkaar gekomen en is dit inmiddels aangenomen. Dus dit zijn nu de prioriteiten die we voor volgend jaar hebben gesteld. Dus de eerste twee zijn net al langsgekomen, dat zijn in onderzoek en definitieve geometrie. Dat is al een paar jaar achter elkaar een prioriteit. Wat we voor dit jaar wel gaan doen, of ja, volgend jaar dan, is wel een aantal accenten leggen. Dus bijvoorbeeld bij definitieve geometrie val achter de gemeentes aan waar bijvoorbeeld een hele hoop al meer dan een jaar openstaan. Omdat je in die geval ook de kans hebt gehad om via mutatiedetectie, dus beeldmateriaal, de definitieve geometrie te kunnen inwinnen. He, dus dan ligt het niet meer aan het niet kunnen inmeten in het veld. Dus op die manier gaan we wel kijken of we daar kleine blokjes van kunnen maken. En daarop kunnen we gaan sturen om in ieder geval die statistiek wat te verbeteren. De vraag net in de chat. Aan BGT-kant is het geen onderdeel van IMG op 2.2. Hè, die verschillen tussen pandgeometrie, maar wel, het is wel een BGT-kwaliteit. Hè. Dus deze derde, die pandgeometrie verschillen tussen BAG-BGT, is een prioriteit aan beide kanten. Dus misschien dat je dat bedoelde aan de BGT-kant. Dus ook dat gaat volgend jaar door. Een nieuwe voor volgend jaar vanuit de BAG. Dat zijn verschillen in oppervlakte tussen BAG en WOS. En dan is het daarbij niet de bedoeling om opnieuw in te winnen of uitvallijstjes te creëren en één voor één verschillen tussen BAG en WOS gaan uitzoeken. Maar wel dat er in ieder geval afstemming is tussen die BAG en WOS oppervlakte. Het worden individuele trajecten omdat het lang niet voor iedere gemeente geldt. Dus landelijke trajecten betekenen als wij landelijke structurele problemen zien, dan maken we er kwaliteitsprio's van. Maar in dit geval, in het begin van het jaar, volgens de waarderingskamer, waren een stuk of 80 gemeentes waar de exercitie aan boskant van in- en oppervlakte tot geen enkele mutatie aan bagkant had geleid. Waarbij de beide kanten zeg maar, een beetje uit elkaar lopen. Nou, daarvan zeggen we, zoek elkaar op. Kijk op welk onderdeel je welke registratie leidend maakt voor de anders. En neem elkaars gegevens over in bulk. Dus gewoon op hoofdlijnen een analyse. Dus ik kan me voorstellen dat je in de opbouwfase van de BAG gevuld hebt met geconfronteerde waarden. Nou, als die nooit zijn verbeterd, tijdens de beheerfase kan ik me voorstellen dat je de WOS nu volgt. En andersom, als je in de beheerfase NEN-conform netjes de bouwtekening hebt ingemeten, ja, dan wil je misschien niet de waarden die uit die 3D-modellen komen vanuit de WOS leidend maken. Dus op die manier moet je gewoon keuzes maken, maar zorg in ieder geval dat je tot een gezamenlijke baseline komt. En van daaruit ook in samenhang nieuwe gevallen beheert. Dat er niet nieuwe gevallen of verschillen ontstaan. Dat is de belangrijkste eventjes, omdat die nieuw is. Ik weet niet of daar vragen, er is al een vraag beantwoord. Ja, Jeroen die zegt van alleen woningen neem ik aan. Volgens mij gaat het inderdaad hier alleen maar over woningen, over dit onderdeel. Het is alleen woningen, omdat de WOS alleen maar gebruiksoppervlakte voor de woning heeft. Dus voor niet-woningen is het een andere definitie die werkt af van de BAG. Dus die is natuurlijk belangrijk voor bedrijven. Maar dat gegeven zit niet in de BAG. Dus die kunnen we precies. Ook niet van Dat is gelijk ook de vraag die Annemiek stelt. Dus die is daarmee ook beantwoord. Dus, Oké. Nou, dan tot zover dit onderdeel. Als er nog vragen straks oppoppen, stel ze gewoon. Of zet ze in de chat, is geen probleem. Ja. Dan pakken we die straks op. Nou, Dit onderwerp, inderdaad, daar nemen we iets meer de tijd voor, omdat dat gewoon een ontwikkeling is die gewoon direct impact heeft op je BAG-bijhouding. Dus bouwregelgeving wordt aangepast en we weten gewoon dat de bouwregelgeving een belangrijke gegevensbron is voor de bijhouding van de BAG. Nou, deze slide geeft een beetje het proces weer tot nu toe. Dus we hebben vorig jaar een impactanalyse gedaan. We hebben daarbij vooral onze collega's van de afdeling bouwen erbij betrokken. Maar ook Den Haag, waar ze al een soort proeftuin hadden. En de regels straks van Omgevingswet en WKB hebben losgelaten op bestaande casuïstiek. Om te kijken wat er dan anders gaat zijn. En op welke manier die hele keten in zo'n grote gemeente wordt geraakt. Dus daar hebben we ook wat ervaring op gehaald. Dat heeft uiteindelijk aan het begin van dit jaar geleid tot een factsheet. Die ging vooral om de beoogde impact. En daarna hebben we gekeken, oké, samen met gebruikers. Wat betekent dat als bepaalde gegevens wegvallen of op een later moment pas geregistreerd worden? Nou ja, welke gebruikersprocessen worden dan geraakt en op welke manier kunnen we dat oplossen? En ook, wat betekent dat voor een bijhouding? Op welke manier moet straks de bonhouder bijhoudingsprocessen aanpassen, dingen anders gaan organiseren, et cetera?
En we gebruiken eigenlijk deze ronde van intervisies, omdat dit uiteindelijk ook landsdekkend is, een soort landsdekkende consultatie, halen we hier ook op ja, welke knelpunten nog gezien worden. Dus daar kom ik straks nog wat concreter op terug. De bedoeling was tot nu toe om begin november een factsheet echt voor de bijhouding uit te geven. Dus als dit gebeurt onder de omgevingswet, dan moet je dat doen in de BAG. Alleen vanmorgen hebben we toch afgesproken dat we iets meer tijd nemen, nu toch die inwerkingstrainingsdatum is uitgesteld. Omdat we tot nu toe best wel wat input ook hebben opgehaald, willen we wel wat tijd nemen om daar recht aan te doen. En ja, we willen een aantal dingen toch nog eventjes opnieuw gaan afstemmen met onze collega's van bouwregelgeving, voordat we die factsheet definitief maken. Dus begin november, kleine slag om de arm. Maar hij komt in ieder geval nog, sowieso dit jaar komt er een versie. En nou ja, afhankelijk van hoe lang die afstemming duurt, zie je hem tegenmoet. Even nog een kleine recap. Hè. Dus dit stond al in de eerste factsheet, maar ik kan me voorstellen dat ja, dat is weggezakt. Of als er mensen zijn die gemist hebben, toch nog even heel kort een samenvatting waar op hoofdlijnen de verschillen zitten tussen nu de waarbouw en straks de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging van het bouwen. Nu is het zo onder de waarbouw dat een deel vergunningsvrij is. En dat gaat dan met name om kleine uitbouwtjes aan de achterkant, erkers, uitbouwtjes, dakkapellen, die zijn allemaal vergunningsvrij. En alle andere bouwwerken zijn vergunningplichtig. En wat er nu gebeurt is dat ja, de bouwwerken eigenlijk worden ingedeeld in 5 verschillende gevolgklassen. 0 of 6 eigenlijk, want het is volgens mij 0 tot met 5. En vanaf gevolgklasse 2 treedt pas weer in werking vanaf op zo vroegst 2025. Vandaar dat we ons nu vooral beperken tot gevolgklasse 0 en 1. Gevolgklasse 0 is eigenlijk hetzelfde als wat nu al vergunningsvrij is. Dus daar verandert niks. Dat blijft ook onder de omgevingswet straks vergunningsvrij, dus die erkers, uitbouwtjes. En waar vooral de impact nu zit, of mogelijke impact, dat zijn gevolgklasse 1 bouwwerken, omdat daar ook grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen onderdeel van uitmaken. En dat zijn voor ons verblijfsobjecten. Nou, voor die bouwwerken geldt in ieder geval straks nog steeds een meldingsplicht vanuit de bouwactiviteit. Hè. Dus wat straks ook naast die indeling in gevolgklassen van belang is, is dat er een harde knip komt tussen de bouwtechnische toets en de ruimtelijke toets. Nu is dat allemaal in één, valt allemaal onder de omgevingsvergunning. Straks krijg je een melding, hè, dus een melding start of vergeet melding. Dat is de ene kant, dat is de bouwtechnische kant. En daarnaast krijg je een omgevingsplan activiteit vergunning, dus een OPA vergunning. Nou, die knip, die loopt door al die gevolgklassen heen. En voor gevolgklasse 1 betekent dat in ieder geval dat de bouwtechnische toets altijd blijft. Die gaat alleen naar de markt, maar die blijft. De ruimtelijke toets mag worden afgeschaft. Standaard is het zo dat die ook gewoon verplicht is, maar gemeenten krijgen de ruimte om die ruimtelijke toets, als zij het handig nuttig vinden, kan afgeschaft worden. En daar zit dan wel wat impact. Dus straks lopen we er even doorheen, één voor één, of dat kan ik eigenlijk nou meteen doen. Ik zie één vraag, ja. Wie ontvangt de melding? De melding komt van de initiatiefnemer. Die is verplicht om dat te doen. En die komt terecht via het nieuwe omgevingsloket, gewoon bij het bevoegd gezag, dus bij de gemeente terecht. Ja, dus dit is een overzicht. Dus links hebben we weer alle gegevens die langs de bouwtechnische toets binnenkomen. Rechts vanuit de ruimtelijke toets. Dus ik begin eventjes bij de documenten. Wanneer krijgen we welke triggers of welke gegevens? En op de volgende slide zal ik aangeven per attribuut waar dan de impact in de bijhouding zit. Nou, als je hier links kijkt, en dan gaat het alleen om de gevolgklasse 1 objecten, omdat bij 0 is er geen impact en vanaf 2 tot en met 5 komt wat ik al zei later. Ja, vooraf krijg je geen tekeningen meer vanuit die technische kant. Er komt alleen een textuele locatieomschrijving. Dus wat gaat er gebeuren? Dus de gebruiksfunctie, daar hebben ze het over gebruiksfuncties voor ons en het gebruiksdoelen. En een omschrijving van adres, als dat er is, kadastrale aanduiding, coördinaten. En dat komt uiterlijk 4 weken voor startbouw. Dus dan heb je textuele omschrijving van de locatie, maar geen tekening. Die tekening die komt pas richting gereedmelding. Voordeel is wel, ook die is weer op schaal, maatvoering en bevat alle eventuele vergunningsvrije opties. Dus het is echt een S-beeldtekening zoals die gebouwd is. Zo komt hij ook op tekening te staan. Dus je hebt meteen alles, het hele bouwwerk compleet.
Nou, nogmaals, wat daarvan precies de doorwerking is, daar kom ik straks op terug. En aan de rechterkant zien we de bouwtechnisch of de ruimtelijke kant. Daar zie je dat de tekening vooraf wel beschikbaar komt van de buitenkant, maar dat is ook alleen de buitenkant. Daar heb je weer niet de details van de binnenkant, maar wel de buitenmuren en hoe het zich, hoe die gepositioneerd is op het bouwvlak en op het perceel. Deze kan dus geschrapt worden als de gemeente er actief voor kiest. Dus dat zou dus betekenen dat je die tekening vooral van de buitenkant mist. We gaan ervan uit dat dat in de meeste gevallen niet gebeurt. Hè. Dus we hebben al navraag gedaan van ja, hoe vaak denken we dat dit voor gaat komen. Nou, de kans is niet zo heel groot. De gemeentes die al, waarvan wij weten dat ze de keuze al hebben gemaakt hoe hiermee om te gaan, die kiezen ervoor om het niet af te schaffen. Dus Den Haag en Doetinchem bijvoorbeeld. Maar in theorie kan het zijn dat je hem afschaft. Ja, dat betekent dus dat we daarvoor een oplossing moeten gaan bieden met die factsheet. Dus daar kom ik straks nog op terug. Wat we dan, wat in ieder geval ons voordeel of ons voorstel is, en dat willen we graag tegen jullie aanhouden. Nou, ja, ik heb even één opmerking tussendoor. Ja. Opmerking van Etienne, die zegt in geval van shared service centers zal dat wel een goede samenwerking vereisen. Dat gaat met name terug op die melding waarschijnlijk, zal die bedoelen. Anders blijft de BAG alsnog achterstanden krijgen. Ik denk dat dat op zich een terechte opmerking is, kan ik me voorstellen. Want dan heb je natuurlijk meerdere basisregistraties die je moet onderhouden en beheren, kan ik me zo indenken. Jeroen die zegt van omgevingsdienst zal de prioriteit zeer laag inschalen, lijkt mij. Ik weet niet hoe die daar tot die opmerking komt, maar misschien kan hij dat toelichten. En Simone zegt als de tekeningen niet worden aangeleverd, mag het dan wel of niet in gebruik worden genomen? Ja, dat is een goeie. We hebben het wel gehad. Kijk, ik ben geen expert op het gebied van bouwregelgeving. Hè, dus ik weet dat bij een aantal meldingen het resultaat is, de consequentie is dat er een bouwstop zal plaatsvinden bijvoorbeeld. Maar dat is lang niet bij ieder type melding zo. En wanneer welke van toepassing is geen idee. Ik weet wel dat al die meldingen verplicht zijn. Wettelijk verplicht zijn. En dat gemeente wel erop moet gaan handhaven. En dan weten we in de praktijk dat handhaving altijd wel een dingetje is. Ja. Maar in de wet is het in ieder geval geregeld dat het verplicht is. En erop toegezien moet worden dat dat gebeurt. Ja, en even kijken. Even kijken hoor. Monique zegt nog: je kan als gemeente toch bij de ruimtelijke toets extra tekeningen opvragen? De tekeningen zijn toch beschikbaar bij de aanvrager? Ja, dat is het dubbel inderdaad. Kijk, natuurlijk heeft de aanvrager al die tekeningen, anders kan hij niet bouwen. Hè. Het is een beetje dubbel, omdat je tegelijkertijd als bevoegd gezag die papierwinkel wat wil terugbrengen. Je hebt de ruimte als gemeente om de indieningsvereisten te verruimen. Dus bij die tekening van de buitenkant vanuit de ruimtelijke toets mag je dus aanvullende eisen stellen. Moet je wel echt expliciet regelen zelf als individuele gemeente. Ja. Alleen, de bedoeling is wel dat je dat vooral doet omwille van die ruimtelijke toets. En niet omdat je allerlei andere gemeentelijke processen hebt waar je dingen wil weten, dat je het dan daarin stopt. Dat je eigenlijk de ruimtelijke toets misbruikt om de indieningsvereisten te verzwaren. Dus er zit wel een kanttekening aan, maar in principe heb je de ruimte om die eisen uit te breiden. Ja. Oké, verder geen vragen, dus ga lekker door. Ja, het enige wat ik hier nog wil bij aangeven is dat we alleen nog maar nu kunnen handelen op basis van de theorie. Hè. Dus voor een aantal dingen moeten we echt de praktijk gaan afwachten. Dus in theorie kan het zo zijn dat die open wordt afgeschaft, maar hoe vaak dat gebeurt, geen idee. Dat moeten we echt straks zien. En eventueel ook onze factsheet of de norm of de catalogus daarop aanpassen. Een ander ding dat ingebracht werd is dat de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit kan afwijken van de bouwmelding. Dus dat je eerst je ruimtelijke toets regelt, dus je hebt toestemming om ruimtelijk iets te doen. En dan vervolgens uit de bouwmelding blijkt dat het om veel meer, in ons geval verblijfswetten gaat, dan oorspronkelijk bleek uit de ruimtelijke toets. Ja, dat mag dus, dat is getoetst inmiddels, maar ook hoe vaak dat weer gaat gebeuren, moeten we gewoon afwachten in de praktijk. En dan moeten we daar ook inderdaad de oplossing die we voorzien aanpassen. Dus dit zijn gewoon dingen die straks de praktijk moet gaan uitwijzen. Ja. Nou, dat zijn zeg maar de informatiebronnen waar wanneer langskomt. We komen in die factsheet ook met een tijdlijn. Hè? Dus dat we vanaf, laten we zeggen, wat we nu nog bouwvergunning verleend noemen, tot en met gereedmelding en definitief inmeting, geven we per stap in de levenscyclus van pand en verblijfsobject precies aan wanneer welk stukje gegeven beschikbaar komt
En welke attributen je daarmee kunt inwinnen en registreren. Dus dat hele overzicht komt er. Wat ik straks alleen doe is, ik focus me nu vooral op de dingen waar impact op is. Dus er zijn een drietal attributen waar impact is. En de rest noem ik niet omdat daar eigenlijk het proces gelijk blijft zoals nu. Deze slide, hier staan een aantal vragen op die we tot nu toe hebben opgehaald. Dus dit is inmiddels de vijfde intervisiebijeenkomst. Er zijn gewoon vanuit eerdere bijeenkomsten wat vragen langsgekomen die ik ook niet kon beantwoorden. Want ja, daarvoor moet ik toch weer terug naar collega's van bouwregelgeving. En nu straks op de vraag om dit aan te vullen als er tot nu toe vragen zijn die hier niet als aanvulling hier op deze vragen. Dus bijvoorbeeld wat nou als een bouwmelding komt voordat die ruimtelijke toets is verleend. Hè? Dus je meldt een aantal objecten aan, nou dat kan op zich. En later blijkt dat die ruimte helemaal niet mag, dat er helemaal geen toestemming gegeven kan worden. Wat doe je dan in de bouw? Ga je intrekken of niet? Of als die bouwmelding komt, dan is er nog geen ruimtelijke toets, terwijl je wel weet dat die er moet komen, ga je dan wachten? En hoe zit het dan met je 4 dagen termijn? Maar dat zijn dingen die wil ik meenemen en afstemmen voordat we daar definitief iets over roepen. Een andere was, ja, hoe moet je huisnummers gaan vaststellen als de voordeur niet duidelijk aangegeven is op een of de andere tekening? Dus je zult ergens een voordeur moeten hebben of een oprit. Hè. Ik kan me voorstellen dat op de tekening van de ruimtelijke toets op het bouwvlak wel aangegeven staat waar de oprit is. Nou, die oprit is natuurlijk de ontsluiting naar je openbare ruimte. Dus, en dit is van belang omdat je soms percelen hebt die omsloten zijn door meerdere openbare ruimtes. En dan kun je niet van tevoren aannemen ja, welk adres gaat krijgen. Nou, die moet ik ook meenemen dat we zeker ervan zijn dat de informatie aanwezig is om in alle gevallen huisnummers te kunnen vaststellen. De laatste is, het schijnt zo te zijn, maar dat moet ik nog verifiëren, dat een bouwmelding, als die gedaan wordt, na een jaar, als die niet wordt uitgevoerd, van rechtswege vervalt. Nou, wat doe je dan in de BAG? Automatisch ook niet gerealiseerd? Of zijn hier ook weer mitsen en maren? Dus hier, ook hier moet ik even mee terug. Dus als er nog andere vragen zijn, stel ze gerust, neem ik ze mee. Ik zal even kijken, Jeroen Rijksen, dat was de laatste. Wat doe je wanneer je geen naam hebt voor de openbare ruimte? En wanneer wordt er dan een nummerbesluit gemaakt en vastgesteld? En die heb je voor mij net beantwoord. Dat moet je nog gaan uitzoeken, hè? Want dat is op dit moment nog niet bekend wanneer dat kan. Dus dat is wel een dingetje, die stelde Monique. En Jeroen zegt, wat doe je wanneer je geen naam hebt voor de openbare ruimte? Ja, nou ja, die vraag van Monique, zeg maar. Dus we hebben wel nu, dat is die tijd waar ik het net over had, voorzien dat zodra die bouwmelding is, kun je dit gaan doen. Maar dan moeten we wel eventjes die bouwmelding versus die ruimtelijke toets, moeten we dan even checken. Dat is meer een side note, maar dat is in ieder geval het plan. En wanneer je geen naam voor de openbare ruimte hebt, dan, die zul je eerst moeten vaststellen, überhaupt sowieso. Hè? Dus je kunt geen adres vaststellen en geen verblijfsproject registreren of een nummeraanduiding zonder openbare ruimte. Dus je moet die in alle gevallen eerst vaststellen voordat je een nummeraanduiding kunt opvoeren. Ja, en dan heb ik nog een vraag. Dat is die, welke gevolgen heeft de omgevingswet voor de BAG zelfevaluatie, dus voor de NCA? Nou ja, dat is terecht de vraag. Dus een van de laatste slides is ook dat we gaan verder met het proces. Kijk, op het moment dat wij zien, we moeten eerst, laten we zeggen, na inwerkingtreding van die omgevingswet kijken, hoe gaat het in de praktijk? En als blijkt dat bepaalde normen gewoon niet realistisch zijn om te halen, ja, dan gaan wij daar op een andere manier mee om. Hè. Dan zullen we wat terughoudend zijn met ons toezicht. Sowieso denk ik dat we een aantal normen ook überhaupt moeten gaan aanpassen. Dus we zullen inderdaad in ons KTH-proces NCA een aantal aanpassingen moeten doen. Ja. Ja, en dan kan het toch ook zo zijn, Damir, dat, kijk, maar de zelfevaluatie is natuurlijk ook bedoeld dat een bronhouder kan aangeven, dit ervaar ik in de praktijk. En dit wil ik graag teruggeven, zowel naar mijn college als ook naar het ministerie bijvoorbeeld. Van wat ervaar je nou in de praktijk ten aanzien van de manier van werken of de manier van bijhouden? En waar loop ik tegenaan? Daar is die zelfevaluatie toch ook voor bedoeld? Dat kun je toch daarin kwijt? Ja, maar kijk, uiteindelijk is NC ook een beetje, laten we zeggen, de controle achteraf. Op het moment dat wij straks zien van, hey, volgens mij is deze bijhouding door deze ontwikkeling op dit punt niet echt meer, meer te doen, dan wil je aan de voorkant die aanpassingen doen en niet wachten tot je de boot in gaat in de registratie en dan
via Ensia daar weer een verhaal van moet maken. Dus zoveel mogelijk proberen we af te vangen en daar niet Ensia voor te gebruiken. En Ensia echt alleen maar voor de kwaliteitsdingen. Okay. Ja, en niet voor procesdingen, zeg maar. Ja. Nou, Simone merkt nog op het vaststellen van openbare ruimte is vaak een proces dat veel meer tijd vergt. Ik denk dat ze daar wel een punt heeft. Maar goed, je hebt toegelicht dat moet sowieso, moet je dat eerst doen voordat je überhaupt een nummeraanduiding kunt toekennen eigenlijk. Hè. En even kijken, er komt nog een opmerking van Monique. Dus door de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouwen gaat hoogstwaarschijnlijk de kwaliteit van de BAG naar beneden. Dat is erg jammer omdat we nu juist zo goed bezig zijn met z'n allen. Ja, ja, nou ja, goed, de kwaliteit. Het is misschien niet het gevoel, hè? Het gevoel wat overheerst. Ja, nee, snap ik. Kijk, wij, en straks komen nog een aantal suggesties hoe we in sommige gevallen omgaan met bepaalde attributen. Ja, daar worden we niet per se vrolijk van. Kijk, bepaalde gegevens, het is niet zozeer dat de kwaliteit omlaag gaat, maar bepaalde gegevens hebben pas later in het proces. Precies, dus, dus je zou kunnen zeggen, je actualiteit gaat op sommige punten omlaag. Dat klopt, ja. Ja. En Jeroen zegt, nou, dan moet je dus wel weten waar de bouwblokken komen, hoeveel woningen en waar de voordeur zit. Nou, dat is denk ik terecht de opmerking. Want anders kun je niet aangeven van hoe het ontsloten wordt. Dat heb je al toegelicht. En Annemiek Puit zegt nog, is het handiger dat op het moment van bouwmelding ook een toets te laten doen door BAG-beheer? Ja, ik weet niet precies wat voor toets bedoeld wordt. Maar kijk, nu is het inderdaad zo dat je kunt zeggen, nadat een aanvraag binnen is gekomen of ontvankelijk is, dan kun je die BAG-toets doen. Dus dan verzamel je alvast je attributen, bereid je concepthuisnummerbesluit voor. En op het moment dat de vergunning verleend wordt, heb je eigenlijk je inmiddeling al gedaan. En dan kun je binnen 4 dagen registreren. Dat is vaak hoe nu het bijhoudingsproces werkt. Ja, dat valt straks weg. Je hebt straks alleen maar die bouwmelding. En dan moet je binnen zoveel dagen alles doen. Ja. Je kunt er steeds voor kiezen om eerst een toets te doen. Maar ja, de vraag is in hoeverre dat dan nog zin heeft. Maar dat is precies een punt waarom we denken dat die 4 dagen termijn wellicht opgerekt moet worden. Okay. In die gevallen, ja. Ik hoop dat dit voldoende antwoord voor Annemiek is. Zo niet, dan moet ze maar even het handje opsteken. Ja. Voor mij waren dit de opmerkingen in de chat. Ik zie geen handjes verder. In dit geval, dus kunnen we door. Ja, ik kopieer ze straks sowieso uit deze chat. Dus dat komt goed. Deze vragen neem ik mee. Ja. Dan weer even. Ja, dus dit was de informatiestroom. En dan nu, wat betekent dat dan voor de attributen waar impact is? Nou, een duidelijke impact is gewoon die gebruiksoppervlakte. Op het moment dat jij, we hebben net gezien, vooraf krijg je geen maatvoering van de binnenkant meer. Die komt pas bij de gereedmelding. Dat betekent dat je je oppervlakte dus pas kunt bepalen, NEN-conform, bij de gereedmelding en niet meer vooraf. Nou, tegelijkertijd in het model is het zo dat je altijd een oppervlaktewaarde moet hebben. Dus zeggen we, nou ja, misschien moeten we dan gaan werken met de nulwaarde. Dus 6 keer 9 is een nulwaarde. Voor iedereen is dan duidelijk dat dit niet een reële waarde is. Onze voorkeur gaat in ieder geval uit naar gestandardiseerde waarden landelijk, zodat we ze ook kunnen opschonen als we dat later willen. En dat niet iedere gemeente zeg maar, daar weer een andere oplossing voor kiest. Maar hebben we natuurlijk, dit is de 5e keer, al heel wat opties of suggesties opgehaald. Dus in andere regels werd al aangegeven, ja oké, 6 keer 9 kan voor nieuwbouw, maar bij verbouwing heb je een reële waarde, dan ga je terug naar 6 keer 9. En dat heeft het loswaardigheid last van. Woonhuisverzekeringen hebben daar last van. Dus misschien moet je daar de waarde gewoon laten staan. Anderen zeggen van, schat gewoon zo goed als het kan de waarde. En zet er meteen een onderzoek. Waarbij dus er geen 6 maanden termijn is of überhaupt. Dus dan zouden we moeten regelen dat in onderzoek staande gebruiksoppervlakte niet vallen onder die 6 maanden termijn meer en dat daar ook niet de toezichthouder niet meer naar kijkt, zodat je een soort vrijstelling hebt daarvoor. Dus dit zijn een beetje suggesties die gedaan zijn, maar hoe dan ook, wat je ook doet, trek in ieder geval landelijk één lijn. Dat was wel een beetje de tendens daar. Dus als hier nog andere ideeën over zijn, hoe we dit het beste zouden kunnen doen, tot het moment dat we een definitieve nette oplossing in catalogus hebben. Hè. Dus we willen een half jaar tot een jaar wachten, oefenen met die omgevingswet en dan kan best de oplossing zijn, misschien moeten we die oppervlakte eruit halen bij niet actieve statussen. Dus alleen bij actieve statussen een oppervlakte registreren en voor de rest niks. Kan ook zijn, hoe dan ook. Als jullie nog aanvullende suggesties hebt, dan hoor ik ze graag. Ja, Annemiek zegt nou van, je kan pas de gebruiksoppervlakte echt bepalen wanneer de definitieve geometrie er is. Nou, dat klopt natuurlijk, maar je hebt ook een voorlopige geometrie, hè? Ja, nu heb je gewoon een kwalitatieve voorlopige geometrie op basis van de bouwtekening inderdaad. Maar die heb je straks niet meer vooraf. Ja, Rob Drost zegt van, zet een extra attribuut bij de oppervlakte.
waarin je aangeeft of de oppervlakte geschat is of dat die gemeten is. Dat is een soort metagegeven, zeg maar. Ja, nee, dat is een goede suggestie. Alleen dan, dat is niet eentje die we in de huidige Bach kunnen doen. Dan moeten we echt de Bach aanpassen, want we hebben nu geen metagegevens. Je kunt het lokaal wel doen als niet authentiek. Maar in de LV kunnen we dit niet kwijt. Maar we hebben het wel in de toekomst voorzien om met metadata te gaan werken. Dus dat klopt, ja. Oké. Okay. Voor mij, ik weet niet of er nog mensen andere inzichten hebben dan die hier door Damir toegelicht zijn en op het geeltje staan. Hebben jullie nog andere suggesties die hier al niet genoemd zijn, waarvan je zegt, nou, die heb ik nog niet langs horen komen. Geef dat dan even aan. Dan kunnen we die misschien ook nog meenemen of bespreken. Ja. Nou, de volgende is de voorlopige geometrie. Hè? Dus we gaven al aan, als die OPA-vergunning wordt afgeschaft, dan heb je niet meer die tekening van de buitenkant vooraf. En dan wordt het ook lastig om voorlopige geometrie in te tekenen. Ja. Maar we gaan er vanuit nogmaals dat dit in de meeste gevallen niet in de orde is. Maar theoretisch kan het zo zijn dat een gemeente toch verkiest om dit af te schaffen. Dus hebben we daar een oplossing voor nodig. Op het moment dat die vergunning er wel is en die tekening er wel is, dan kun je gewoon binnen de huidige nauwkeurigheidseisen die voorlopige geometrie registreren. Want dat is 3 meter, dat is wel heel ruim. En anders heb je niks, dus het is alles of niks. Als die tekening niet is, dan heb je alleen maar een tekstveldje vooraf uit de bouwmelding waarin aangegeven wordt, nou, op dit perceel komt er een woning. Of op dit coördinaat komt er een woning. Nou, daar kun je dus geen voorlopige geometrie van maken. Dus is ons voorstel, in die gevallen maak dan een driehoekje van. Van 1 bij 1 bij 1 meter. Zodat ook hier weer duidelijk is voor iedereen dat er geen sprake is van een reële waarde of een kwalitatieve waarde, maar een tijdelijke nulwaarde. Nou, ook hier zijn uiteraard weer allerlei suggesties opgekomen. Dus sommigen geven aan, nou ja, liever een symbooltje of liever een vierkant, dat is makkelijker te tekenen en kun je makkelijker rijtjes woningen plaatsen. Anderen zeggen nee, doe dan toch maar een driehoek, want vierkant lijkt toch te veel werkelijke geometrie. Nou, en eentje die gisteren oppopte was, ja, er is ook impact voor klik. Dus kabels en leidingen. Op het moment dat je geen goede voorlopige geometrie hebt, hebben ze bij de klik daar ook last van. Dus hier en daar is er dus gewoon impact als die voorlopige geometrie er dus niet is. Dus als je als gemeente ervoor kiest, of ja, als afdeling VTH binnen de gemeente, om die open af te schaffen, dan zijn er wel gevolgen, onder andere voor klik. En deze signalen willen we ook bij de VNG aangeven van let op of neerleggen. Dit is wat we zo hebben opgehaald en misschien moet je toch een pamflet schrijven waarbij je gemeentes in ieder geval de suggestie op het juiste niveau ook doet van oké, zorg ervoor dat je die afweging om zo'n open af te schaffen gewoon gemeentebreed maakt. Dus niet alleen maar SEC vanuit VTH, maar kijk gewoon naar je hele de maatschappelijke impact en die gemeentebrede impact voordat je een keuze maakt. Nou, Annemiek heeft haar handje opgestoken, dus ik ga heel even naar Annemiek. Zou je je camera heel even aan willen zetten, Annemiek, en je geluid? En kom dan maar even binnen. Ja. Ja, hallo allemaal. Goeie. Ja, weet je, ik zit ook wel zo te denken, inderdaad, die geometrie afwijkend, maar daarom is het juist wel heel erg van belang. Om te weten inderdaad waar zit de voordeur. Want dat is meestal ook de toegangs voor kabels en leidingen. En ja, ik vind het toch een beetje moeilijk worden als je dat nog niet echt van tevoren weet. Dan weet je ook niet waar je dat driehoekje in dat hele kadasterplak moet zetten. Dat wordt nog wel een impact. En daarnaast had ik nog een opmerking. Hoe gaan we dan met die vergunningsvrije dingen dan? Om, als je dat pas later constateert, want dat worden dus allemaal constateringen. Ja, maar, ja, hetzelfde is nu. Oké. Okay. Ja, dus dat is inderdaad. Dat is niet anders, he? Dat had je ook toegelicht, dat blijft zo. Dat is ook al in de huidige situatie het geval. Ja, dus om even, toch ter geruststelling, hè, op het moment dat die open niet wordt afgeschaft, dan is de impact eigenlijk alleen maar die oppervlakte die je later pas in het proces hebt. Dus dan is de impact op dit moment redelijk te overzien. We moeten wel kijken wat er vanaf gevolg klasse 2 gebeurt. Want als je geen tekening van de binnenkant hebt, maar je krijgt complexe bouw met meerdere potentiële VBO's, kun je niet afbakenen zonder tekeningen van de binnenkant. Dus dat moeten we straks heel goed gaan oplossen. En daar hebben we de gesprekken over geopend. Maar voor nu, tenzij je die OPA dus afschaft, kan het meevallen. Maar
En Monique zegt nog, zijn er al gemeentes die de omgevingsplanactiviteit, de opaal af gaan schaffen? Is dat al bekend? Nou, die vraag hebben we ook in eerdere sessies wel gehad. Daar hebben wij nog niet echt veel reacties op gehad. Dus het lijkt erop, Monique, tenminste wat ik ervan heb opgetekend, dat veel gemeentes nog niet overwegen in ieder geval. Dus het sluit denk ik ook wel een beetje aan bij hetgeen Damir ons hier ook voorhoudt. Je moet er goed over nadenken, met name over de consequenties als je dit gaat afschaffen, wat het dan betekent. Dus ik weet niet of Damir daar nou een aanvulling op wil doen, maar... Nee, dit is precies het verhaal. Ja. Dus daar waren al uitsluitsel hebben van gemeentes, gaan ze het dus niet afschaffen. En Hubert Molenkamp zegt, ik krijg de indruk dat we hierdoor de BAG-kwaliteit terugbrengen naar 20 jaar terug. Kan het ministerie dat niet beter overleggen tussen BAG en vergunning, toezicht en handhaving? Misschien moet je nog even uitleggen, Damir, dat we hier toch wel met een soort balansoefening bezig zijn tussen enerzijds de omgevingswet, denk ik. Hè, die zegt van, zoveel mogelijk die vergunningen weg. En zoveel mogelijk zaken via één wet regelen. En anderzijds dat je met je registraties te maken hebt. Hè? Dat kwam ook in de voorgaande sessies wel aan het licht. Dat het toch wel een balanceeract eigenlijk is op dit moment. Ja, kijk, allebei zitten dus bij BZK. En het is inderdaad een balans tussen aan de ene kant de papierwinkel afschaffen. Voor dus burger en bedrijf. Maar tegelijkertijd hebben wij die papierwinkel nodig om onze geobasisregistraties bij te houden. Dus dat is heel dubbel. Maar goed, bij ons is gewoon van hogerhand wel gewoon bepaald dat het belang van die burger of dat bedrijf, dus de omgevingswet, de maatschappelijke impact ervan, zwaarder weegt. Dus ja, het verhaal is gewoon dat wij ons met de bijhouding echt moeten aanpassen aan de omgevingswet. En daarom zeg ik ook, we moeten straks even afwachten hoe heet die soep gegeten wordt in de praktijk. En wij zijn sowieso met onze catalogus wel keer toe aan een kleine update weer. Dus... ja, en dan kunnen we dit ook gewoon op een nettere manier gaan oplossen. Ja, ik denk niet, Hubert, dat het de bedoeling is dat we de kwaliteit helemaal loslaten. Integendeel zelfs, denk ik. Maar wat Damir al zegt, het zal zijn dat misschien in bepaalde processen dat op een wat later moment komt. Dus het zal hooguit iets betekenen voor de actualiteit van je registratie. Ben je heel snel op orde, ja of nee, en actueel, of gebeurt dat iets later? Dus ik kan me niet voorstellen dat daarmee de kwaliteit in ieder geval loslaten. Daar ken ik het ministerie inmiddels goed genoeg voor dat ze dat niet van plan zijn, de mensen. Dus dat nog even als toevoeging. Als je dan op je sheet zie ik dingen staan van als oppervlakte 999 invullen. Ja, dat deden we in 2009 in de opbouwfase. Ja. Voorstel geometrie als een driehoekje. Ja, dan zijn we terug inderdaad naar de opbouwfase van de BAG. Waar hebben we dan verdorie de afgelopen 12 jaar hard voor gewerkt met z'n allen? Ja, nee, ik kan me jouw gevoel voorstellen. Mijn gevoel gooi je alles overboord en we moeten de oren laten hangen naar die omgevingsvergunning. Ja ik kan me je gevoel voorstellen en het zal bij meer van je collega's denk ik ook dit gevoel teweeg brengen. Laat onverlet dat dit wel de werkelijkheid is waar we mee geconfronteerd zullen worden. En het is denk ik aan ons met elkaar om te kijken van hoe kun je dit op een verantwoorde manier, maar ook op een zo goed mogelijk beheerbare manier ook in de registraties oplossen. Zonder dat eigenlijk ten koste zal gaan van de kwaliteit ervan. Maar op zich, ik kan me je gevoel voorstellen. Laat ik dat eraan toevoegen. Ja. Ja, precies. Kijk, wij worden ook niet vrolijk van 6x9 en driehoekjes. Hè? Ik bedoel, in een basisregistratie wil je dit soort dingen niet. Maar dat is omdat we nu nog niet de mogelijkheid hebben om ons model erop aan te passen. Dus we zijn met die soort bezig geweest, maar we kennen de verhalen dat de randvoorwaarden nog niet geregeld zijn. Dus, maar we ontkomen niet aan. En die soort die moeten we misschien even parkeren. Maar een update in die BAG-catalogus zullen we toch echt moeten gaan doen. En dan kunnen we dit ook iets netter oplossen, dat we geen dummywaarden hoeven te vullen. Maar dan moeten we het gewoon iets anders gaan modelleren, zodat je dit soort nulwaarden gewoon kwijt bent. Marike zegt nog, de status gevormd kan ook al een signaal zijn in de BAG dat een en ander nog niet compleet is. Klopt, maar dan moeten we daar iets voor verzinnen dat in alle gevallen ook duidelijk is voor de afnemer. Precies, ja. Ja, dat is de uitdaging, ja. Oké. Ik denk we verder kunnen nu. Ja. Dus qua definitieve geometrie zien we wel weer wat kansen dan. Hè, op het moment dat na die gereedmelding als beeldtekening binnenkomt met alles erop en eraan. En je hebt die open niet afgeschaft, dan heb je de binnenkant compleet en je hebt de buitenkant. Dan kun je, zeg maar, door ze te combineren wel de boel zo georefereren dat je eigenlijk je definitieve geometrie al hebt. Dus
Wat ons betreft, en dan moet het wel zo zijn dat deze tekening op tijd aangeleverd wordt, et cetera. Maar even ervan uitgaan dat dat gebeurt, ja, dan is dat wat ons betreft niet alleen de gridmelding, maar ook meteen je definitieve geometrie. Dan scheelt dat daar weer wat tijd en middelen, zeg maar. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om, in die gevallen dat het soms een paar centimeter afwijkt, dat je je mutatiedetectie jaarlijks gebruikt om die afwijkingen, als ze er zijn, op te sporen en te corrigeren. Maar dat je eigenlijk in je lopende proces en je lopende levenscyclus eigenlijk al direct je definitieve geometrie hebt, omdat je dus die S-beeldtekening hebt. Ja, en Monique vraagt me, dan ga je wel vanuit de tekening juist is, maar ik heb al even een antwoord gegeven. De tekening moet aan bepaalde vereisten voldoen. Hè? Dat heb je ook in voorgaande sessies aangegeven, volgens mij. Er zijn indieningsvereisten, maar goed. Ja. Ook nu heb je natuurlijk mensen die A laten vergunnen en dan B bouwen. En dat soort snugge types heb je altijd. En daarom moet je ook, daarom is het ook verplicht dat dat hele dossier naar dus de gemeente komt, zodat zij kunnen checken, ja, maar wat ze hebben gezegd dat ze hebben gedaan, is dat ook zo? Ja. En past het dan binnen het bestemmingsplan? Dus die taak heb je, en het zal altijd gebeuren nog steeds, dat is nu en straks ook, dat mensen afwijkend bouwen. Ja, oké. Okay. Maar de gemeente heeft dus ook die taak om die vereisten te controleren. Ja. Ja, dat is de VTH-afdeling, ja. Ja, uitstekend. Akkoord. Annemiek steekt nog haar handje op. Annemiek, kom er maar in. Ja, hallo. Ik heb dan nog te vragen. We zitten nou steeds dubbel geometrie bij te houden. Zowel in de BGT als in de BAG. Maar in de BAG staat natuurlijk de status voorlopig en zo. Die vind je niet in de BGT. Wanneer is het nou het momentum dat het handiger is om de geometrie in één registratie te houden? En dan de BAG eigenlijk meer een administratieve registratie. Dat je daar de duidelijk de oppervlakte en alles. Dus ik vraag me af, want dan heb je die geometrieverschillen een kleinere kans op. De statussen zie je dan ook verbeterde kaart, maar is dat niet uit te filteren voor panden ook naar de BAG-viewer? Ik vraag me af hoe dat op kadaster is, niveau. Maar mijn inziens lijkt het me handig om daar toch een scheiding op een gegeven moment in te brengen. Nou was de SOR er natuurlijk wel opgericht. Maar ja, SOR gaat niet door. Hè? Dus ik vraag me af, we zitten dan nog steeds met dubbele geometrieën te werken. Nee, eens. Ik denk zelf, maar dit is misschien even nog op de muziek vooruit. Maar kijk, de eindbeelden van de SOR waren op zich niet zo gek. Hè? En ik denk zelf dat het meer haalbaar is om dat in veel kleine stappen te doen. Dus op het moment dat de business case voor het geheel lastig is, en dat is nu wel het geval, dan moet je hem kleiner maken. En misschien is dit wel een stap. Dus in één registratie, één geometrie. Waar je wel wat veel meer beter implementeerbaar is, goedkoper is. En waar wel een positieve business case voor te maken is. Dat je dat stukje misschien al wel veel eerder gaat doen. En dan heb je niet meteen al een som. En dan heb je die dubbele bijhouding daar wel opgelost. Dus ik denk dat we veel meer toe moeten naar zo'n model. Dat je stapsgewijs dit soort positieve stapjes, waarvan je zeker weet dat het een positieve stap is. En hoef je helemaal nog niet te weten hoe sommige andere dingen, die veel complexer zijn, gemodelleerd moeten worden. Dat hoeft allemaal niet. Maar dan kun je wel alvast daar winst pakken waar het kan. Dus daar zijn we nu ook intern naar aan het kijken of we dat op die manier kunnen doen. Maar ja dat is iets voor wat verdere toekomst. Andio Broeders doet nog een opmerking. VTH kan geen RD-geometrie controleren, zegt hij. Nee, dat klopt. Nee, kijk. Ook dit moeten we, hier moeten we nog even een slag in de uitvoering of in de uitwerking aan geven. Maar laten we even kort op de bocht zeggen, die tekening komt, neem hem gewoon over. Wij geven gewoon aan, je kunt hem overnemen tenzij je meteen al ziet dat het niet klopt. En een eventuele marge kun je dan bij je mutatiedetectie oplossen. Ja. En Michiel zegt nog, Michiel Adamse, oppervlaktewaarde bepalen op basis van S-beeldtekeningen betekent belangrijk meer tijd tot de registratie ervan. Bij ons gebeurt dat bij het samenwerkingsverband, zegt hij. Ja. Ja, als je op een bepaalde manier inderdaad de bijhouding hebt georganiseerd, ja, dan kan dat soms impact hebben. Ja. Ja. En Andio geeft nou een reactie. Hoe zie je dat het eigenlijk niet klopt door zelf te meten? Puntje, puntje, puntje. Ja, maar sowieso, kijk, die tekening S-beeld, daar zitten geen
hoe zeg je dat, coördinaten ten aanzien van de buitenkant in. Hè? Dus die tekening is beeld en alleen het plattegrondje van de binnenkant. Ja. Dus waar die op het blok staat, staat niet op die tekening. Daarom heb je die open tekening vooraf nodig. En die twee moet je combineren, ja. Ja. Oké. Was dit het slot van jouw laatste stukje, denk ik? Of moet je hier nog iets verder over vertellen, deze sheet? Nou ja, proces. Ja. Misschien wel handig dat we dus van start gaan. Straks in 2023 hebben we de inwerkingstreding van de nieuwe wet. En we moeten gewoon even aankijken hoe het uitpakt. Als blijkt dat het in de praktijk toch net even anders loopt, moeten we die factsheet aanpassen, eventueel een norm bijstellen, de catalogus aanpunten of bijpunten. Ik denk dat je daar sowieso niet aan ontkomt. Maar hoe dan ook, wat in ieder geval helder is, is dat we gaan voor een haalbare bijhouding. Als het niet haalbaar is, dan passen we ofwel de norm aan, ofwel zien we tijdelijk af van toezicht, want het heeft geen enkele zin. En de impact bijvoorbeeld van een latere oppervlakte, wat betekent dat voor gebruikers? Dus ook daar zijn we aan het kijken om die impact ook zo min mogelijk te laten zijn. Ja, dat was hem denk ik. Voor ja. Ja, Hubert die geeft nog een laatste opmerking. Die hele omgevingswet is bedacht zonder rekening te houden met de BAG, zegt hij dus. En maar dat is wel rekening te houden. Nee, dat is wel rekening hoor. We zijn al 4 jaar in gesprek alleen. Ja, er worden bepaalde keuzes gemaakt en andere prioriteiten gemaakt. Dat is. En misschien even te reageren op je laatste opmerking, Hubert. Dat komt van hetzelfde ministerie. Ja, de letters zijn hetzelfde. Maar wil niet altijd zeggen dat het dezelfde afdelingen of directies of dat soort zaken zijn. Dus soms heb je daar natuurlijk ook binnen een ministerie wel mee te maken. Dan kun je zeggen, ja, moet je met elkaar gaan praten. Maar de omgevingswet was natuurlijk echt wel een dingetje. Waar men van alle regelgeving echt afwou en ook een stuk vereenvoudiging wilde doorvoeren voor burgers. En dat staat denk ik nog wel steeds hoog in het vaandel. En duur moment dat je registraties hebt die bepaalde eisen stellen. En dat kan soms conflicteren met dit soort beleids, of de toekomst in het beleid, zeg maar. Maar dat is wel hoe je soms in de wedstrijd moet staan. En ik weet van Demir en van zijn club in ieder geval dat zij daar ook niet echt heel erg blij mee waren. Maar het betekent gewoon dat je moet aanpassen en adaptatie moet doen aan de situatie die zich voordoet. En dat is in dit geval kijken van hoe kunnen we toch de bijhouding op een goede manier en kwalitatief ook voor elkaar krijgen. Dus dat even ten aanzien van jouw opmerking. En nogmaals, dat gevoel dat kunnen we niet zomaar wegnemen, maar dit is wel even de achtergrond, denk ik. Nou, Marieke zegt ook, dat gevoel krijg je wel. Annemiek, begin dit jaar staan we even in de vriesstand. Vanwege samenvoegen gemeente heeft dat invloed op de NCA, vraagt ze. Als wij weten, Annemiek, dat er bronhouders zijn die een fusie voor de kiezer hebben, dan houden we daar uiteraard ook rekening mee in het kader van de NCA. Althans, dat doet de toezichthouder volgens mij. Dus daar zal echt niet in ieder geval een individuele actie op terugvallen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus ik zou die samenvoeging gewoon met vertrouwen tegemoet zien. En vooral de bijhouding goed voor elkaar zien te krijgen en te houden. Dus Hubert zegt nou wel eens tot slot. Nou, dan houden we er ook over op, denk ik. Maar wij als gemeente kunnen wel alle ellende oplossen. En wij hebben ook allemaal verschillende afdelingen. Ja, en dan trigger je me toch al, moet ik er ook bij zeggen, dat ook binnen de gemeente soms niet altijd alle afdelingen met elkaar samenwerken, Hubert. En dan zeg ik waarschijnlijk niks nieuws. Ik kom ook bij genoeg gemeentes waar dat niet zo is. Maar nou, omdat het net wel als excuus werd gebruikt vanuit het ministerie van het heeft dezelfde letters, maar het zijn verschillende afdelingen en teams. Ja, dat heb ik gezegd. Ik zit ook met een ander team, VDH, et cetera. Ja, ik moet het ook oplossen. Ik moet ook zorgen dat ik mijn NCA voldoende score. Dus ik vind het een beetje goedkoop en gemakkelijk om het af te doen dat het op ministerie verschillende afdelingen zijn. Nou, dat heb ik gezegd hoor. Dus dat neem ik dan voor mijn rekening. Ja. Maar ik begrijp dat in organisaties soms wel eens zo werkt. En mooier dan dit kunnen we het even niet maken. Dus dat is vervelend. Ik begrijp het ook. Ik begrijp ook jullie gevoel. En ik denk dat Damir dat ook zeker voelt. Maar dit is wat het is. Ja, dit is het resultaat van. Ik wat het tijd voor een veto richting die omgevingswet vanuit de BAG. Maar ja, dat is niet aan mij, dus succes daarmee. Nee, maar kijk, de omgevingswet is echt ook een bestuurlijk traject. Hè. En de BAG heeft gewoon niet die politiek-bestuurlijke aandacht. Dus
het belang wordt gewoon anders gewogen en uiteindelijk onder de streep is dit wat eruit is gekomen. Heeft niks te maken met geen afstemming of niet met elkaar overleggen. Maar dit is gewoon het standpunt van BZK als ministerie. En, nou ja, goed, dat is een gegeven en wij moeten daar gewoon met die realiteit moeten omgaan. En daar zullen we onze bijhouding, onze informatie, et cetera, op moeten gaan aanpassen. Ik denk dat we hiermee dit onderwerp af kunnen sluiten, Damir, volgens mij. Ja. Dan ga ik even weer naar mijn eigen presentatie toe. Als jullie me even de gelegenheid gunnen, gaan we naar het onderdeel rondom de casussen die we hadden afgesproken. Als het goed is, komt de presentatie weer tevoorschijn, hoop ik. Maar ik zie hem nog niet. Nee. Ik moet nog even een keer doen. Ik denk dat jij er net uitging. Ogenblikje. Nou, ja, als het goed is, komt hij nu. Dan ga ik heel even naar de. Het intervisiestuk. Nou, we hebben een drietal casussen gekregen vanuit de praktijk. Dat zijn de volgende casussen. Het gaat over woningen in schuurtjes. De casus van Jaap Boomsma, een van onze wachtbeheerders, en van Ludo van der Boom. Een tweede casus gaat over ligplaatsen. Wat doe je als daar op die ligplaatsen boten liggen waarin meerdere mensen wonen? Of in ieder geval gehuisvest zijn. En de derde casus gaat over zorgcomplex en hotelappartementen. Die is door Anita en Joost Krabbe ingediend. En ik heb hierbij de plenaire behandeling, toelichting van de intervisie door Pieter. Nou, Pieter is inmiddels al in beeld gekomen. Welkom, Pieter. Ik stel voor dat we in ieder geval de casussen ook in deze groep plenaire met elkaar proberen te behandelen. Dus ik wil jullie uitnodigen om vooral te reageren en je zienswijze te geven. Dan begin ik even met de eerste casus. Die ziet er eigenlijk als volgt uit. En ik kijk maar eventjes naar de tekst die erbij staat. Er is hier een situatie neergezet waarin een burger vraagt om een extra adres voor het tuinhuisje. Dat zien jullie hier in het groen, achter in de tuin. Man en vrouw zijn gescheiden en de man leeft in het tuinhuis achter in de tuin. En men vraagt nu om een eigen adres voor het tuinhuis. Wat overigens voorzien is van alle voorzieningen in verband met de post, et cetera. En de vraag is ook voorgelegd aan de eigen afdeling vergunningen. En die hebben eigenlijk aangegeven op deze locatie geldt de enkel bestemming wonen. Dus alleen het bestaande aantal woningen is toegestaan en een extra adres. En dus ook een extra huisnummer is helaas niet mogelijk. Als jullie een dergelijke casus voor je kiezen zouden krijgen of in je eigen gemeente, hoe zou je die dan aanvliegen? Zou je in dit geval een extra verblijfsobject toekennen of zeggen nee, dat doe ik niet? En zou je kunnen aangeven wat je overwegingen daarbij zijn? En als je wilt, mag je even met het handje in ieder geval opsteken. Dan kan ik in die volgorde gewoon ook even met iedereen gewoon de casus behandelen. Dus wie oh wie, wie durft? Annemiek, zet maar even je camera aan als je wilt. Ja, ben ik weer. Ja, weet fijn. Je, ik heb wel eens van die situaties, maar dan praat je niet over een schuur, maar dan is het een tijdelijke mantelzorgwoning. Het is net iets anders. Ja. Zo voer ik hem ook in de toelichting op met mantelzorgwoning. Maar dan voeg ik wel een adres, een woonfunctie en een gebruiksoppervlakte toe. En in deze situatie die je hier ziet, wat zou dan... Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. En waarom niet? Misschien kan ik niet meer beter een postadres nemen, maar ik zou het dus niet zo doen. Want okay. Dat is ook een mogelijkheid, een postadres nemen. Ja, ja. Iemand anders nog? In de chat zijn veel reacties gegeven, Bert. Ja, ik kijk heel eventjes. Bedankt Frank. Er staat
Ja, Andio zegt nou, ik dacht dat we het ook over vakantieparken zouden hebben. Nou, als er tijd over is, Andio, dan wil ik daar nog wel even naar terug. Maar we wilden ook graag de gelegenheid voor deze casussen bieden. Dus ik kijk eventjes of die tijd er nog is. En Monique zegt, ik zie niks. Ik hoop dat jullie nu wel alles zien. Marieke Dogen zegt, wij geven dan geen extra adres, geen extra verblijfsobject. Dus dat is duidelijk. En Monique Haring zegt wel een extra adres en verblijfsobject en op geconstateerd zetten en naar handhaving sturen. Dat is ook een optie. Nou, Damir geeft een antwoord op Daniel. We zitten er knap in de tijd, dus ik zet even wat links in de chat. Dus overigens komt die presentatie wel naar jullie toe en daar staat ook de tekst van een stukje van de Vitale Vakantieparken wel in. Dus Jeroen Rijks reageert op de kaart. De kant er gewoon met indicatie geconstateerd. Het is er toch, zegt hij. Dus ja, ook een reactie in ieder geval. Dan Valeria zegt, zo jammer, maar wat moet er tussenuit? Oh, die moet er zelf tussenuit, sorry. Ik dacht dat die reageerde. Fijn dat een opname komt, die kan ik nazien achteraf. Bedankt en fijne avond. Marieke zegt, maar hoe lang wil je dat dan op geconstateerd laten staan? Nou, dat zijn even wat reacties. Ik ga even naar, als er geen andere overwegingen van mensen zijn, ga ik even naar Pieter toe. Pieter, kun jij de overwegingen die misschien ook nog een rol kunnen spelen aan ons voorleggen? En er is geen goed of fout waarschijnlijk, maar het gaat er even om van waar kijk je naar? Ja, het is... Hallo allemaal, daar kom ik er wat over vertellen. Het is uiteindelijk is het een keuze van de gemeente, maar ik wil wel graag even noemen dat een van de uitgangspunten van de BAG de volledigheid is van de registratie. En wat houdt die volledigheid dan in? Dat is ja, alles wat fysiek bestaat en voldoet aan de criteria, dat wordt geacht in de BAG geregistreerd te zijn. He, dus als daar een tuinhuis staat met voorzieningen en dat voldoet aan de afbakeningsvoorschrift van een verblijfsobject, ook al mag het niet, als het bestaat, dan moet het opgenomen worden. En het kan precies zoals Jeroen zegt, met de indicatie geconstateerd. Geconstateerd laat zien, ja, het bestaat wel, maar we hebben er geen brondocument van. Dus ja, het kon wel eens niet helemaal legaal zijn wat er gebeurt. Maar je wilt het in elk geval wel inzichtelijk hebben dat daar gewoon iets staat. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, dat is wel lastig dat het zo lang op geconstateerd staat, want daar hebben we dan misschien wel weer last van in het kwaliteitsdashboard. Nou, dat is nog wel redelijk genuanceerd. We hebben inderdaad een rapportage in het kwaliteitsdashboard waarin aangegeven staat hoe lang iets op geconstateerd staat, maar dat is slechts een signaleringsrapportage. Hè. Dus daar krijg je geen slechte cijfers van op je NCIA-score of andere dingen. En dat is ter ondersteuning van, nou, dit staat een tijdje op geconstateerd. Misschien wil je dus naar kijken. Hè? Misschien kan je die cijfers in zo'n dashboard gebruiken voor de afdeling handhaving. Om eens te kijken, nou ja, we hebben hier een lijstje. Het zou toch echt fijn zijn als jullie hier eens iets mee doen. Dus dat valt reuze mee. Dus vanuit de BAG gezien wel handig om te registreren. Ja. Dan ga ik mezelf nu nog lastig maken, blijkt elke keer weer, door nog even een dingetje te noemen hier. Wat ik toch wel leuk vind om te doen, want in het kader van ja, er is niet echt goed of fout. We zien hier dat groene vakje natuurlijk ergens in de achtertuin staan en het is denkbaar dat om die hele achtertuin een schutting zit. Dus dan ben je wel uit het huis, maar dan sta je in een achtertuin en dan kan je misschien niet de openbare weg op. Nou ja, het idee is natuurlijk dat iets ontsloten wordt en dan staat in de voorschriften staat op een erf. Er staat ook wel ergens eigen erf. Maar goed, er staat nergens keihard in de wettelijke voorschriften dat je vanaf dat erf ook de openbare ruimte op moet kunnen. Dus ook als je in een tuin komt waar je verder niet uit kan, ja, is het niet verboden om alsnog een verblijfsobject daarvan te maken. Daar krijgen we zo nu en dan ook een vraag over van, ja, hoe zit dat dan met een eigen erf? Dat is ook nog een opmerking hierbij. Nou, mooie opmerking in ieder geval hiernaar aanleiding van hiervan. Volgens mij hebben we weer een mooie kadastrale kaart hier en geen schutting. Nee, precies. Dat is even theoretisch, wou ik dat even noemen, omdat er nog wel eens voorbij komt, gewoon vanuit de praktijk. Nog even net iets leuks. Ja, en Brigitte zegt, Brigitte Versteeg, ik hou bestemmingsplannen aan en geen nummeraanduiding. Ja, dat is dus niet hoe de BAG bedoeld is.
Nee. En meestal zul je ergens een poort hebben en er wel op uitkomen. Dat klopt helemaal. De bug wordt dus echt geacht volledig te zijn. En ja, ook al mag het niet, ja, dan wil je het juist wel hebben om duidelijk te maken dat er iets aan de hand is. Hè? Het staat er gewoon. Ja. Michiel zegt ook, je lijkt hier dan toch door nummer 8 heen te moeten. Hè, in precies, deze situatie. In dat geval, hè, dan is het raar, je moet door een ander verblijfsobject heen, komt misschien een beetje gek over. Nou, daar zijn de voorschriften dus niet helemaal duidelijk over. Hè? Er staat nergens dat je dan geen verblijfsobject mag afplaatsen. Nee. Oké, nou dankjewel voor deze... even kijken, is er iemand anders terug over? Ja, je zit weer op pagina 1, Bert. Ja, ik begrijp niet hoe dat nu kan, maar ik ga weer terug naar deze. De vorige keer hadden we er meer. Ja, deze komt nu. De volgende casus gaat over een lichtplaats. Een woonboot is gesplitst door moeder en dochter die elk een eigen adres willen. Ze geven aan dat de woonboot gesplitst is en elk allebei eigen voorziening heeft als een keuken, douche en toilet. Dus zelfs een zelfstandig verblijfsobject kan worden aangemerkt. Er is maar één lichtplaats vastgesteld, bijvoorbeeld deze situatie hieronder. Vraag aan jullie als deelnemers hoe hiermee om te gaan. Zouden jullie 1 of 2 adressen toekennen? Of wat is jullie overweging hierbij? Wat denken jullie? Wie durft te reageren? Ja, we hebben allemaal gemeenten zonder water. Dat kan ook nog. Dat kan ook. Dat lijkt me sterk. Maar des te mooier de casus natuurlijk. Ja. Ja, ik wil wel reageren. Ja, graag. Wij hebben een soortgelijk iets. We hebben 1 grote lichtplaats en daar is de museumhaven in Gouda. En daar hebben wij toch maar gewerkt met nevenadressen aan een lichtplaats. Is niet de oplossing die je graag wil. Maar ja, daarbij konden we toch mensen individueel afbakenen op een lichtplaats. Oké, dankjewel. Rob die zegt, geldt hier niet hetzelfde als de vorige casus? Nou, zou kunnen, Rob. Ja. Zal ik er eens wat over zeggen? Ja, doe maar. Dan houden we misschien al wat tijd over voor de vakantieparken. Hierbij geldt wel wat meer. Er is niet een goed of fout. En de regels zijn ook niet helder. En in de basis gaat de BAG ervan uit. Ooit begonnen. Ik wou het al zeggen. 2009 zijn we begonnen. Ja. We moeten iets met gebouwen. Oh, verrek. We hebben ook nog dingen die drijven. En we hebben ook nog dingen die weg kunnen rijden. Nou, dan maken we daar standplaatsen en lichtplaatsen voor. Nu kom je erachter dat er zeker voor drijvende objecten situaties zijn waarvan je denkt, nou, alles wijst erop dat 2 adressen best wel op hun plek zijn. Nou, de oplossing nevenadressen is me ook bekend, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een oplossing die er wel is, is dat je meerdere lichtplaatsen afbakent. Dat kan op meerdere manieren. Je kan zeggen, ik baken 2 lichtplaatsen over elkaar heen af. En dan heb je dus 2 lichtplaatsen met elk een adres. Je zou ook nog 2 lichtplaatsen naast elkaar kunnen afbakenen. En de lichtplaats gaat om het gebied in het water waar de boot ligt. En als er dus behoefte is aan een adres, zoals Jeroen misschien schrijft, ja, in dit geval is het echt wel handig om een adres te krijgen, dan is dat dus een mogelijkheid die de wetgever biedt. Die in de toepassing mogelijk is. Dus ook hier weer gewoon met verstand van zaken mee omgaan en dat op die manier doen. Ja, en we hebben wel, mogelijk is die dan niet legaal. Dus dan zou je ook weer, dan komt de vorige casus weer voorbij. Je zou hem ook kunnen constateren dat je zegt, nou, we hadden dit bedacht als 1 eenheid, maar het zijn er eigenlijk meer. Ja, dan zou je het zelfs nog als eentje als geconstateerd kunnen doen. Ja, en Rob die zegt, nou moet je wel het college meekrijgen, Pieter. Die moet de lichtplaatsen toekennen. Daar is wel veel verwarring over, merk ik. Ja, dat is dus dat geconstateerde. Hè? Als je het formeel wil doen, zou je het college mee moeten krijgen. Maar als je vanuit de BAG denkt, ja, kijk, het gekke is, ik zou er een beetje met een verblijfsobject naar kijken. Ondanks dat het natuurlijk een lichtplaats is en geen verblijfsobject. Hè, dat je het wel een beetje vanuit die zelfstandigheid bekijkt. En zelf zou ik zeggen, nou, stel die woonboot zou op het land liggen, dan is die zo groot dat die niet verplaatsbaar is. Dan zou het een pand met 2 verblijfsobjecten zijn. Ja, nu puur alleen omdat die toevallig drijft, kan je dat niet doen. Nou, dat is dan een beetje het gekke ervan. Ja. Vorige IV-bijeenkomst hebben we ook al gezegd, misschien zou het eigenlijk wel mooier zijn in de BAG als je zo'n lichtplaats op het pandniveau kan doen. Hè, zodat je gewoon in het model al gewoon meerdere adresseerbare objecten kwijt kan
in een lichtplaats. Nou, dat is iets wat ik bijvoorbeeld heb wel aangegeven richting de SOR, hoe je het nieuwe model zou kunnen doen. Ja. Een nieuwe versie. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar Andio zegt nou, als één deel van de boot zinkt de andere kant dan ook. Ja, inhoudelijk kan ik die heel makkelijk pareren. Dat je baakt het niet de boot af, maar de plek waar de boot, ligt. Dus dat is niet helemaal netjes. Maar dit is dus een mogelijkheid voor succes situaties. Van, hè, als je denkt, het is toch wel heel gek dat we hier niet een extra adres kunnen doen, dan is dit nog een escape. Ik ga naar de volgende, de laatste casus even. Dat is nummer 3. Dat gaat over hotelappartementen en zorgcomplexen. De vraag is, kun je een verblijfsobject en een adres toekennen aan een eenheid in een zorgcomplex of een eenheid in een hotelappartement? Nou, als we kijken, we proberen deze nog binnen de 3 minuten te doen. Heeft Damir nog een kwartiertje de tijd, ook voor de vitale vakantieparken. Dus laten we eens kijken wat we hier ophalen. Wie durft hier een reflectie op te doen? Het gaat dus om zorgcomplexen en hotelappartementen. Niemand? Nou, misschien moet je dan gelijk maar met de overweging beginnen, Pieter. Niemand die denkt dat binnen 2 minuten te kunnen, Bert. Ik denk dat dat het misschien is. Nee. Leg ik een te grote tijdsklink? Ja, let druk erop. Nee hoor, geen probleem. Ik zie in de chat wel dat Marieke zegt, was toch een uitzondering? Ik weet niet of ze daarmee bedoelt dat hotels een uitzondering zijn. Nou, wat we willen aangeven is dat het niet de bedoeling is dat de reflex ontstaat. Oh, het is een hotel. Precies, het is een hotelkamer. Dat kan dus nooit een verblijfsobject zijn. In BAG 1.0 waren hotelkamers een expliciete uitzondering. Hè, onder de goederenrechtelijke rechtshandelingen. Maar tegenwoordig is het zo. Ja, als je een hotel, iets wat een hotelkamer, hotelappartement, suite, weet ik veel wat, heet. Ja. Dat best een verblijfsobject kan zijn als die kamers gewoon voldoen aan de afbakeningsvoorschrift. Zoals hier ook geldt. Je ziet een douche, je ziet een keuken, je ziet een toilet zie je staan. Ja, beschikt over eigen voorzieningen. In dit geval is ook de ontsluiting goed geregeld. Dus ja, dan mag het een hotelappartement heten. Het is niet dat het woordje hotel in de omschrijving van het object staat, dat het geen verblijfsobject kan zijn. Dus daar willen we hiermee even de aandacht op vestigen. Dat je niet op het verkeerde been wordt gezet eigenlijk, door het woordje hotel. Precies, en bij zorgcomplexen geldt... Dat wordt een woonfunctie en logiesfunctie. Ja, dat hangt er dus misschien een beetje van af. Kijk, als je kijkt naar hoe de functie... er is een vergunning waarschijnlijk, daar staat iets in. Ja, logiesfunctie is meer gericht op tijdelijk verblijf en woonfunctie op wat permanenter verblijf. Laatst inderdaad gehad dat de aanvrager geeft geen woonfunctie aan, maar wel zorgcomplex. En die zegt, het zijn logiesfunctie. Ja, hij vraagt geen woonfunctie aan. Nee, dat is het meer tijdelijke. Maar dat kan je van een tekening kan je dat niet afzien. Hè, of iets voor tijdelijk of permanent gebruik. Het ziet er hetzelfde uit. Hè. Hier zou je net zo goed tijdelijk als permanent kunnen zitten. Dus ja, dat vergt net iets meer doorkijken in de vergunning of in de situatie. Ja. Ja, ik snap ook de beweegreden niet om geen woonfunctie te vragen, maar alleen logiesfunctie. Ja. Misschien iets qua subsidie of zo. Ja, subsidie of misschien een OZB-aanslag uiteindelijk, dat het weer duurder wordt of zo. Er zitten altijd soms niet altijd te volgen gedachtes achter verzoeken vanuit burgers. Maar het mag wel in een zorgcomplex, mag ik logiesfuncties en een gezondheidszorgfunctie gebruiken? Ja, als de situatie daartoe... dat is niets wat dat in de basis tegenhoudt, nee. Oké, fijn. Dankjewel Pieter. En dank jullie wel voor jullie inbreng. Ik ga toch nog even de vrijheid nemen om terug te gaan naar het onderwerp. Als Damir tenminste nog aanwezig is, dan pak ik nog even met de vraag of hij de agenda vitale vakantieparken nog met ons kan delen. Ja, ik deel hem opnieuw. Daar hebben we nog net 15 minuten, 14 minuten voor. Dat moet lukken, denk ik, hè? Ja. Ja. Nogmaals, mijn tablet is enorm traag. Dus ik moet even wachten tot hij zin heeft om het beeld te delen. Als jij hem onder de knop hebt, mag het ook, hoor. Ik heb hem wel onder de knop, denk ik. Dus ga ik hem even opzoeken nu. Doe maar, want bij mij heeft hij geen zin meer. Dus. Oké. Okay.
Even kijken. Pak ik die er even bij. Hier bij een omgevingswet. Deze volgens mij. Deze aan of wat? Ja. Ja, is dit te zien voor iedereen, denk ik? Ja. Ja, precies. Dus dit vakantieparken, dus ja, we hebben gewoon op dit moment zien we dat, dat er sprake is van criminaliteit, ondermijning, witwaspraktijken op vakantieparken. Dat is nou ja, iets dat ook weer die bestuurlijke, politiek-bestuurlijke aandacht heeft. We hebben dit jaar op twee momenten al Kamervragen hierover gehad. En onlangs is er ook een motie van PvdA aangenomen om in ieder geval verplaatsbare objecten daar een verplichte registratie van te maken. Omdat ze gewoon te vaak worden gebruikt om geld wit te wassen. Want dat soort transacties lopen niet via de notaris, wordt niet geregistreerd in de BRK. Dus je kunt relatief makkelijk op die manier ja, fout geld dus wit wassen. Nou, dat is een beetje de aanleiding. Dus er is een actieagenda Vitale Vakantiepark opgesteld. Dat is een samenwerking tussen alle overheidslagen eigenlijk. En dan mag die door naar de volgende. Ja. Dat is eigenlijk wordt breed aangevlogen. Dus het gaat om de traceerbaarheid. Dus mensen moeten vindbaar zijn. Objecten moeten vindbaar zijn. Ten behoeve van openbare orde veiligheid. Nou, dus tegen ondermijnende activiteiten. Maar ook om Nederland als aantrekkelijk vakantieland te herpositioneren. Je kunt je voorstellen als je ergens een park hebt met 100 recreatieobjecten, maar op 80 vindt illegale permanente bewoning plaats. Ja, dat niet echt fijn is om te recreëren. Dus de bedoeling is eigenlijk om die informatiebasis op orde te krijgen. Dus BAG, BGT, dat soort registraties eenmaal bijwerken. En op basis daarvan dan vanuit meer je ruimtelijke ordening beleid maken. Oké, als ik hier een park heb dat eigenlijk niet meer levensvatbaar is qua echt recreatiepark. Nou, dan maken we daar dus een woonwijk van, want we hebben woningtekort. Of andersom, nee, het moet wel degelijk gewoon recreëren blijven. We gaan ergens andere woningen bouwen. Dus de mensen die daar illegaal permanent wonen, moeten geveegd worden, zeg maar, om oneerbiedig te zeggen. Dus dan kun je daar ook bepaalde acties, beleid op maken en acties op uitvoeren. Dus daarvoor is het van belang dat onze informatiebasis op orde is. Nou, aan de BAG wordt gevraagd, en dit is een actieagenda die buiten ons omgaat. Het is weer een andere BCK-directie die aangegeven heeft, oké, wij willen dit gaan oplossen. Dat moet je op meerdere plekken doen. Maar van de BAG vragen we om in een aantal gevallen stand- en lichtplaatsen toe te kennen. Dus in de basis is het zo dat je bijvoorbeeld voor pan- en verblijfsobjecten, als die in de feitelijke werkelijkheid zich bevinden, moet je ze verplicht opnemen. Dat is gewoon een eis in de catalogus. Maar als het gaat om stand- en lichtplaatsen, bepaal je als gemeente zelf wanneer je ze vaststelt. En eigenlijk wordt vanuit deze actieagenda gevraagd, oké, als er sprake is van een verplaatsbaar object. Dus eerst doe je gewoon je afbakening. Als iets niet verplaatsbaar is, is het gewoon een pand, neem je hem op. Maar als je vanuit de beslisboom hebt bepaald, dit is een verplaatsbaar ding, dus ik doe hier niks mee. Dan wordt er gevraagd van, als er permanent geplaatst zijn, die objecten. Dus op twee op een volgende luchtfoto's te zien zijn. Ga dan alsjeblieft de stand- of lichtplaats aanwijzen. En vanuit het Rijk en de provincie worden ook middelen verstrekt om dat te doen. En de provincies die coördineren deze actie. Die hebben ook Antea-groep in de hand genomen om de actie uit te voeren. Dus inderdaad, hier staan drie linkjes. De bovenste link is aanleiding achtergrond. Als je wil weten, hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe pakt een Antea-groep dat aan? Wat wordt van mij als gemeente precies verwacht? Waar moet ik me aanmelden? Dat vind je allemaal via deze links. En de onderste is een voorbeeldgemeente, die is al klaar. En die geven wat tips en trucs hoe je dat zou kunnen uitvoeren. Mag die naar de volgende? Ja. Ja, dit is niet verplicht. Hè? Dus nogmaals, de gemeente bepaalt zelf wanneer een stand- of lichtplaats wordt aangewezen. Alleen nu wordt je gevraagd in bepaalde gevallen dit toch te doen. Namelijk als er permanent geplaatste verplaatsbare objecten zijn. En er komen ook middelen mee. Dus het is handig, denk ik, om zoveel mogelijk gebruik van te maken. Omdat het de politieke aandacht heeft, kan het best zijn dat er gaan verplichtingen komen. De vraag is alleen in hoeverre de BAG geraakt wordt. Wellicht niet. Maar goed, hoe dan ook. Het zorgt in ieder geval voor dat je die afweging om wel of niet mee te doen, dat je die breed maakt. Dus niet alleen vanuit de BAG. Het is ook niet een BAG-probleem. Wij faciliteren eigenlijk vooral andere processen. Dus als je denkt, een nuttige actie en fijn dat we ondersteuning hebben, maar het managen van die opdracht kost mij toch te veel tijd.
Maar leg dat dan gewoon intern ergens neer, zodat je breed kan afwegen of je hier wel of niet aan mee wilt doen. Want het raakt ook burgerzaken, het raakt toerisme, het raakt VTH, het raakt politie, de veiligheidsdriehoek. Dus dat moet je gezamenlijk doen. En tot slot, laatste nog, deze actie is ook duurzaam. Dus we willen niks doen in de BAG dat je straks in het kader van een SOR of iets wat erop lijkt, of een tussenstap, teniet moet doen. Dus we voorzien richting toekomst dat we ook om de verwarring tussen de juridische stand en lichtplaats met de BAG stand en lichtplaats, om die verwarring weg te nemen, gaan we wel hernoemen straks naar benoemde plaats. Dus de BAG stand of lichtplaats wordt straks benoemde plaats. Dus dan zijn we die verwarring kwijt. Maar we verwachten met deze actie, omdat de definitie niet zal wijzigen, je hem gewoon automatisch straks kan omzetten. En je niet straks opnieuw, als er straks een soort komt, opnieuw naar die parken moet en opnieuw moet gaan afbraken. Dat is niet de bedoeling. Nou, Marieke die geeft nog aan. Dus mega veel standplaatsen toe gaan kennen op vakantieparken voor staakcaravans is voor onze gemeente een mega klus, zegt ze. Je hebt aangegeven, hè, dit is iets wat je in samenhang met je collega's, ook met andere onderdelen van de gemeente, moet gaan aanpakken. En niet zomaar in splendid isolation, zeg maar. Nee, maar ook het gaat ook niet om die seizoensplaatsen. Hè? Dus als je daar je staakcaravan neerzet en je verblijft daar in de zomer of zo, dat niet. Alleen als ze permanent geplaatst zijn. Maar klopt, het is werk en vandaar ook de middelen en de ondersteuning. Ja. En Michiel zegt nog, is dit breed neergelegd bij gemeenten, anders dan enkel de BAG-beheerder? Ik merk dat namelijk niet. Hij heeft daar dus blijkbaar geen informatie nog over gehad. Het is wissend. Dus de provincies moeten dit eigenlijk oppakken en coördineren. En ik zie in een aantal provincies, heeft de provincie dat ook gedaan. Hè? Die hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd, maar niet overal is dat gebeurd. Oké. Maar goed, daarom dat wij er wel gewoon landelijk vanuit de BAG dan wel aandacht aan geven. En vanuit het servicebericht van Kadaster hebben we volgens mij ook die linkjes al verstuurd. Die komen. Nu 1 per 1 november komt het servicebericht, hebben we dit er ook in zet. Ja. Maar in ieder geval wordt wissend mee omgegaan. Maar de meest zieke manier is wel om gewoon een bestuurlijke brief te sturen. Dus er zijn wel gemeentes als Overijssel die dat wel gedaan hebben. Die hebben gewoon het bestuur van de gemeente aangeschreven. Let op. En dat moet dan verder de organisatie in. Ja, nou, Marieke die geeft ook aan. Wij hebben er ook geen signalen van ontvangen. Dus misschien is het toch wel goed, zou ik jullie als advies geven. Informeer eens bij je management of dit bekend is hoger in de organisatie. En waarom dat dan niet doorcijpelt. Zodanig dat daar gemeenschappelijk actie wordt ondernomen. Dus het kan niet zo zijn dat jullie dit alleen maar via deze intervisiebijeenkomst te horen zouden moeten krijgen. Denk ik. Ja. Dus dat zou wel raar zijn voor mijn gevoel. Dus ik zou dat zeker even navragen. Ja? Sorry, Michael Adams hier trouwens. Het is Michael, niet Michiel. Michiel, sorry. Oké, okay, Michael, sorry. Michael, het is Michael, niet Michiel. Kom maar even in beeld, Michael, als je wilt. Oké. Hi. Ja. Ik heb nogal lopen leuren binnen de organisatie met het thema. En ik krijg buitengewoon lauwe reacties. Dat informeert mijn vraag. Ik heb niet het gevoel dat ik als BAG-beheerder hier nu de trekker voor moet zijn in de gemeente. Helemaal eens. Ik denk dat je gelijk hebt. Het is alleen vreemd dat bericht jou dus niet via je eigen kanalen van de gemeente bereikt, zeg maar. Dit bericht heeft mij bereikt, maar ik merk dus niet dat andere geledingen binnen de gemeente datzelfde bericht hebben bereikt. Er is één brief met die aanbieding naar de burgemeester gestuurd. En dat komt dus bij mij terecht. Ik doe er dan verder niks mee, want ik zie het ook niet als iets waarop gereageerd moet worden. Ja. Nee, maar dat is wat. Kijk, Antea is degene die al de intakes doet en die zeggen ook dat heel veel gevallen het eigenlijk op de tafel terechtkomt van de BAG-beheerder, terwijl het niet een BAG-probleem is. De BAG kan gewoon prima op orde zijn. Er wordt alleen voor een bepaalde populatie gevraagd om die op te nemen. Prima, maar dat doen we niet voor onszelf. Dat doen we om dat bredere proces, zeg maar, te faciliteren. En als daar geen interesse voor is, dan is het een ander probleem. Dan is dat niet jouw probleem als BAG-beheerder. Jammer dat dat belang niet onderkend wordt. En dat gaat wel afgedwongen worden langs andere. Want die witwaspraktijken, dat moet gewoon aangepakt worden. Maar dat is niet een BAG-probleem. Dus ja, ik snap hem. Ja, ja, nou, helder signaal, denk ik. Dus zijn hier nog andere vragen over van anderen? Over dit onderwerp?
Nogmaals, op de website inderdaad staan ook de adressen van waar je terecht kunt, hè, voor ondersteuning en zo. Dat had je al aangegeven. Ja. Nou, volgens mij zijn we dan aan het einde gekomen volgens mij van deze intervisiebijeenkomst, als ik het zo zie. Dus ja, rest mij eigenlijk niets anders dan alle aanwezigen te bedanken voor de deelname en voor de inbreng en de bijdrage. Nogmaals, mocht je vragen hebben nog naar aanleiding hiervan of naar aanleiding van de discussie en dergelijke, stuur ze naar mag@kadaster.nl. Dan zullen we kijken wat we met die informatie doen. Als er vragen zijn, gaan we ze proberen te beantwoorden. En anders dan delen we dat ook met Damir, dus dat komt altijd op een goede plek terecht. Nou, en dan wens ik jullie nog een hele fijne middag toe. En bedankt nogmaals. Bedankt. Ja, graag gedaan. Houdoe. Doei.